Mooi duel in Zuid-Limburg. Go Eagles moet eigenlijk uit een dal klimmen. Maar Fortuna maakt niet zijn beste periode door. Diepe bal op Hendricks. En Hendricks, ja, daar staat toch geen maat op dit seizoen. Ondanks het zwakke presteren van Go Eagles. Nummer 12 al van dit seizoen voor Sam Hendricks. En de 30 meegereisd uit Deventer kunnen dan hun geluk niet op. Zijn boos op de club. Willen ook nieuwe gezichten zien. Hier Stokkers namens Fortuna Sittard. En nou, is er nou nog iemand die een doelpunt kan maken? Nee. Uiteindelijk Sadiki ook niet. En zo gaat hij in drieën over. Smeet ze ook nog eens een keer. Nadat eerst Dianessi al mis had. Tweede helft. Stevens. Met een prima redding. Fortuna dringt aan. En vindt eigenlijk alleen maar Stevens. Op zijn of haar weg. Ja, en Dianessi. Krijt in het hoofd, zou je zeggen. En kijk naar die gezichten. Hier gaat Vidigal door ketting naar de grond. En hier is Smeets. Maar Stevens heeft deze avond zoiets van... ik eet spinazie en ik laat me niet passeren. Euser is de Turkse doelman van Fortuna die voor het eerst mee mocht doen. Hij moet geblesseerd naar de kant. Niet zijn avond. Eudicee heeft daar troostende woorden. Santos gaat dan de goal in, maar er is maar één keeper die deze avond in beeld komt. Dat is Stevens en die heeft hier geen antwoord. Wat is dit een mooie kopbal van Wessel Dammers. En hij wil het weten en Sittard wil het weten. Dan gaat Fortuna door. Weer een hoekschop. Natuurlijk weer zoeken naar Dammers die daar zeker mee voorin is. Ook Per Schuurs. En die bal moet daar wel komen, want de tijd gaat dringen. Daar is Dammers en daar is het 2-1. En door zijn goals wint Fortuna Sittard met 2-1 van Go Ahead Eagles.